Yo, 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 yo! Yes, daar zijn we weer. Met de finale tussen Insomnia en zoals je kunt zien... Insania. Ik zeg heel veel Insomnia, man. Ik vond het ook zelf niet aan slaap doen. Die vrij hoog in een Legend zit. Tegenover onze welbekende Derek. En meteen de eerste Shaman die ik gezien heb. Ja, ik heb nog geen Shaman gezien. Ik was iets van, wat is dit? Maar chill. Ja. Door een High Legend speler gelijk. Het is een even. Ja, ik vraag me af wat er gaat gebeuren. Even shoutouts aan de mensen thuis en voornamelijk aan de ouders van Derek die aan het kijken zijn. Voor jullie beeldvorming, dus is diegene die boven speelt. Je weet maar nooit of je het erbij moet zeggen. Gewoon even heel toelichting geven op alles. Oh, damn, golden weapon. En geen antwoord erop. Ja. Redelijk solide hand. En Mountain Giants die is op gaat een kaart veranderen. Hij gaat een kaart veranderen. Waarom deed hij dit? Oh, damn, waarom deed hij dat? En dat zou zomaar eens een Blood River Kuldan kunnen zijn. Als dat zo is, dan zien we. Ja, we zien in de reactie inderdaad, volgens mij dat hij. Ik weet niet of hij aan het lachen is of dat hij... Ik ken hem niet. Ja. Maar goed. En zelfs zonder die live tap, het ziet er al meteen heftig uit. Ja, je hebt die Hellfire om ermee te antwoorden, maar inmiddels zit je op 16 HP. Wauw, wat is er gebeurd? Ja, absoluut. Oh, de cube. Dat is wel een iets mindere, ja. Nou, het had nog altijd erger gekund. Oh, en de BM. Oh. Oh, 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 het volgde door een mistake. Pijnlijker. Laat er een squels volgen. Volg door een Heeft twijfels bij de BM. Kan je hier iets anders dan Hellfire doen? In real life worden wat bierveldjes hier en daar op en neer gegooid. Nee, just kidding. Het is gewoon beschaafd en volledig professioneel. Precies. Maar goed, wat ja. Komt geen niks anders. Oh, we horen onszelf hyper op de stream. Ik hoor mezelf graag, dat is prima. Ja. Hoe dan ook, Hellfire. Ja, het is wat je zegt, de damage wat erbij bij komt kijken. Je kunt wel, sure, je kunt die Mountain Giant al spelen. Maar... Ja, voor hetzelfde geld rot je tegenstander Bloodlust, dan weet je niet. Oh nee, het is even, dus je gaat geen Bloodlust tegen krijgen. Boy, dat zou wat zijn. En hij gaat er inderdaad voor. Oh my god. Dat is... Het is hem niet, hè? Het is geen Lethal, maar... 5, 6, 7, 8, 9, nee, no way. Eén damage meer was wel nuttig geweest om die Hellfire ook te ontzien, maar... Ik denk in ieder geval dat je één drop into Hellfire gaat zijn. Ja, of de bottom right. De Argent Commander ligt elkaar. Yep. Ja, ik bedoel heel van dit dan een Derek concede, ben ik bang. Ja. Ja, doe je niks meer tegen. Er zijn geen antwoorden hier. Nee. Ja, de Hellfire is een antwoord. Nee, nog niet. Van, ja, tenminste, zoals het op het bord eruit ziet wel. Maar ja, je hebt nog altijd de Argent Commander op. Ja, precies. Dus ik zie geen... Ik zie geen oud, tenzij die met de indrop iets heel bijzonders trouwens zeggen. Iets om voldoende te healen. Nee, het is er gewoon niet. Nee. Het is er niet. Een Defile zou niks doen. Klopt. Ik zie dat hij aan het discussiëren is met een speler over wat hij nou moet gaan doen. Ik weet niet of het nou gewoon wat gaat... Oké, prima. Dit was een testpotje. Vandaar de rare manier van spelen.
You kidding me? Nee. Oké, het was een handwarmer. Oké, 0-0 nog altijd. Ja. Speelt die kerel wel een shaman? Dit waren de gebende heroes. Oh! Nou ja. Oké, prima. Hebben we in ieder geval shaman vandaag gezien? Ja. Mooi. Is het al waard? Nou prima, 0-0. Dan wacht je nog eventjes af. Waarom waren ze dan zo lang aan het nadenken over het feit over die... Vandaar ook al die BM's. Oké, okay, dus beide quests. Ja. Yo, dat is wel... Laten we de coin flippen dan maar, hè. Oké, okay, maar ik denk dat Zania net iets wat zwaardere kant in de coin heeft zitten. Baas van rank. Ik bedoel, nou ja, dat, 600 is echt hoog in Legend. Ja, absoluut. Maar uiteindelijk hebben ze dezelfde tools. Ja, dat is zo. En Tarik heeft meer bounces op dit moment. Ja, en de preparation al klaar. Golden prep, though. Love it. Ook hele vergelijkbare handen. Deze hand is wel echt ridiculous. Zodra er een minion valt. Ja, precies. Ja, hetzelfde geld. Ja, deze hand is trouwens ook echt heel goed. En de hoeveelheid gouden kaart hier bevalt met een zeerste. Oh, dat is al bijna een voltooide quest. Het enige wat je moet hebben is mana. En je hoeft maar 3 mana te hebben in principe. 4 mana. Durf je echt die Sonja aan? Ja, het is een all-in. Ik denk dat hij Fan of Night gaat worden, maar... Ah, hij maakt hem free. Ja, niet slecht. Het is een play die ik eigenlijk nooit had gedaan. Maar ja, verklaar ook mijn raankje nou. Ja, het zijn wel moves die de die jongens van de mannen onderscheiden. Ja, precies. Ja, zolang hier niks gespeeld wordt. Wat wil je doen? Wat denk je van die twee erop om die opgooit? Je moet iets van een bocht houden, dan moet de andere rogue moet dan mee gaan dealen. Dus daar gaan resources in zitten. Ja, maar het is één attack. Is het zo nodig om mee te dealen? Nog niet. Maar het deelt wel met jouw potentiële place. En daarnaast weet je ook, oké, hij heeft een 1 mana Sonja in de hand. Als je nou een minion laat staan, dan weet ik dat ik hem bijna de quest gratis geef. Precies. Nou ja, goed. Mits je een minion met veel HP laat staan. Ja, zo eentje als deze zou dat prima doen. Combinatie. Yo, dit. En dan zet hij nog eentje per wereld dan toch? Of heeft hij maar geld? Ik zet 2, 3. Ja. 4? Ja, dan moet je er eentje hebben. En nu gaat het inderdaad los. Ja. Daarnaast heb je ook nog de Shadow Stab kunnen zetten. Is dat niet? Je kan hem nog 2 keer spelen. Maar hij krijgt er eentje in zijn hand. Dan zou hij hem al zonder reden moeten Shadow Stappen nog eens. Waarom niet? Dat is sneller qua stap. Ik denk dat het juist hele overhand geeft. Ja, zeker met die prep in de hand. Maar deze beurt krijg je nog niet gedaan, toch? Jawel, deze. Shadow Step. Daar. En hij zit op 3. Oh, hij zit op 2. Oké, hij zit op 2, nevermind. Maar geen antwoord op de... Nou ja, hij heeft de charge natuurlijk om te antwoorden. Maar... En nu niet meer. Kan niet veel anders dan graven hier, die mimic pot, denk ik maar. Hopen dat er wat nuttigs uitkomt.
eigenlijk was dit al te veel, want nu trigger je de laatste Zonja-tik die je nodig had om de quest te voltooien. Precies. Ook de... Ik vind het wel cool om de, dat je ziet dat je de shadow staat op de Zonja doet. Ja. In principe... Ja. Het is hetzelfde effect als de shadow step op een andere menu. Precies. Nou, hier verbazen me meerdere dingen. Maar wat precies dat je dat bij de mains wordt gespeeld? Hij had ten eerste de quest kunnen voltooien. Hij had de novice engineer kunnen killen met zijn dagger. De novice engineer trader had ik sowieso wel... Ja, ik vraag me af waarom hij dat niet heeft gedaan. Zal ons reden voor hebben. Ik durf die jongen niet te twijfelen. Ik wil niet disrespectvol overkomen. Daar komt weer, maar volgens mij wordt daar helemaal gek van de hoeveelheid Alpha Minstrels die hij heeft gekregen uit de quests. Waar zit hij ondertussen op? En dit is toch wel het moment dat hij hem wel voltooien. Ja. Sowieso. Samenband of the crap. Misschien kan je eens opgooien en heb je wapen voor de charge. Oh, en daar gaat een van de cams. Dus ja. Ja, tenzij Tarek hem nu heel snel krijgt. Is er geen stuk gespeeld? Ja, precies. We zitten nog altijd op de 0-0. Nu vergeet dat de Shaman. Maar even Shaman, though. Hij is banned, dus. Blijkbaar is hij niet. Ik kan hem sowieso bouwen, F1 bounce. Hij heeft nog de Vanish, maar... Moet dat hier voor een Vanish gaan? Vanish met prep. Ja, je kan hem voltooien. Ja. Toch? Normale prep, Vanish. Help me out. Nu heeft hij 2. Is hem weer gespeeld. En dan volgens de Zola... Nee, zal hij toch wel genoeg mana voor hebben, toch? Ja, hij heeft precies genoeg mana. Maar hij heeft alleen de quest in zijn handen. Precies. Dat is van zichzelf nog niet genoeg. Wait a minute. Ik kan ook gewoon simpelweg hem spelen aan Zola doen. Hij heeft niet eens de Vanish nodig. Hij heeft nu even nog maar 2. Ja. Dus dan kan hij in ieder geval grotendeels met de bol doen. En dan staat hier Kahant wel een stukje beter voor. Ja. Dus net op tijd nog. Precies. Als je dan niet dat kunnen doen, dan was het GG. Sterker nog, hij clearde bijvoorbeeld als hij de beurt niet gemist heeft. Nee. Oh. Mobile users. De lag. Dat is. Yikes. Ook de eerste keer dat ik het zie vandaag, maar. Oh. Helaas gebeurt die mug. Is zo. En toch gaat hij nog face, weten dat die volgende beurt heel wat burst heeft liggen. Yep. Ja joh, en dan heb je ook nog gewoon een mooie 10 damage in je hand. Ja. En niks gaat het tegenhouden. Vanish. Nee, zelfs Vanish gaat het niet. Nee, dat je gegeven was nog. Dat geeft je weer alleen maar 20 damage. Super veel utility en damage. Tenzij die zelf op een bepaalde manier daar. Nee, je no zou. Way. Je gaat voor die Vanish natuurlijk. Doet niks. Ah, de verleerbaar. Makes sense. En dat stelde nog een beurtje uit. Volgende beurt kan je van alles gaan vriezen. Je krijgt 5 health erbij, die gaat vrijwel niet relevant zijn. Denk je niet dat hij nog een kans heeft op een bepaalde manier? Op basis van wat Elven Mistress is met wat charges die eruit hebt, into Vanish? Nee, als je die Vanish hebt, dan geef je alsnog een. Ja, als je het in 1 beurt geregeld krijgt. Thank you.
kom op. Nee, dat is hem niet. Nee, ik zie hem niet. Ik zie niks van. Je zou hooguit nog eens kijken wanneer je de elfen krijgt. Ja, nog een, voor nog de een sake. Extra freeze. Dan kan je 3 minions freezen, maar... Wat zou je met Reflection doen? Nog een Glacial spelen? Ja. Ja, weet je, dan heb je alsnog... Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat... eerlijk van hem is. Toch respect dat je zegt van oké, goed, ik zie geen mogelijkheid. Toch wel even je opties nalopen. Ja, natuurlijk. Zeker na die ene misplay van vorige game. Dat laat je gewoon 2 keer nadenken over wat je nog gaat doen. Het zijn dingen die je 1 keer per keer doet. Precies. Ik weet niet wat onze laatje te spelen voor de rest van de DAX-rund. Dan moet ik even gaan denken, want we hebben nog wat anders van hem gezien. In-game heb ik van hem gecast en dat was... Klofwoorlijk. Shaman is geband, dus dan vermoed ik nog een paladin en warlock in zijn arsenaal. Waarschijnlijk. Het zou mooi zijn als je zich hier een dag... Wat voor klas worden dan echt niet veel gespeeld? Hunter. En Shaman? Warrior, redelijk weinig. Warrior, ja, ik denk dat wel ik die nog wel redelijk wat gezien heb hier eigenlijk. Ja, klopt. We blijven het wel bij. We zien Tarik met Druids deze keer. Kom hoor. Niet weer deze shenanigans. En de Call to Arms. Ja, de enige kaart hier wel zien hier beginnen. En hij krijgt alsnog de Death Knight in zijn handen. Hebben die jongens eigenlijk oortjes in? Ik ben best wel bang dat ze ons eigenlijk gewoon kunnen horen. Wel eens weer vanaf hier. Een van de twee heeft oortjes in. Tarik heeft oortjes in. Die vind je wel normaal. Ze horen ons. Ik hoor mezelf al vanaf hier. We moeten even, ja. Ik hoop dat ze dat checken. Is het bij een zorg? Maak een misplay als jullie ons horen. Lach even als je ons hoort. We moeten nu even een paar seconden in de gaten houden. Jup, ja, herkenning. Oh, en een Blood Mage. Oké, okay. Ja, kan ik me best voorstellen. Een 3 mana Consecrate is, is in de current state best goed. Dat was op een 9 damage. Of een 9 damage. Daarvoor doe je het. Hey, en dan komt hij nog best wel goed uit. Ja, in deze situatie denk ik dat je eerder voor de toetsilver gaat. Je gaat eerder voor het wapen, maar... Ja, sure. Ik bedoel, of je nou je Loot Hoarder erin pleurt, of de Blood Mage. Het heeft in ieder geval nog wat synergie met... Beide draaien kaarten, ja. Hij gaat ook voor de Consecration, wat riskant kan zijn op het moment dat hij Spiteful dropt en hij ermee moet gaan dealen. Ja, ik bedoel... Geeft toch wel aan, maar ik denk dat dit gewoon simpelweg de keuze is om met te veel tempo te gaan. Ja, en de juiste value. Precies. Eruit. Het geluk van Tarik dat hij niet de tweede Ultimate F-Station heeft gedraaid. Geen geweldige outcome, maar. Wat gaat er gebeuren hier? Ja, yeah. Everybody knows that the face is the place. Precies. Ik weet niet wat het is, maar af en toe leg je dit scherm pijltje ergens ons. Dit gaat wat tans op het bord neerleggen. Ik verwacht dat de 8-8 gewoon het gezicht in gaat. Ja, dus je moet toch zeker. Wel zeker. Of zou je hier nou echt gaan treden? Nee. Je win condition zit in deze in de minion die nu oplegt. Precies. Ik denk erover na.
best wel de zaakjes value eruit te halen voor die extra damage. Maar ja, is het play? Dacht je van ik denk het wel, eerlijk gezegd. Avenging Rod is altijd moeilijk om het juiste moment voor te vinden. Als je de tand zo meneer krijgt, dan is het ding dan. Die tand blijft liggen. Oké, dat is wel een slechte uitkomst. Ja. Sure, je hebt wel het tempo gedaan. Als nu de kobalt dropt, dan wordt het problematisch. De skill ding. Ja, dat voor de veiligste plek. Not bad. Ja, in dit geval inderdaad. Dan ben je toch al bijna geneigd om als Sanya zijn er nog zo'n Avenging Rod te gooien. Mm-hmm. Ja, tegen dit bord zeker. Wat zou je dan nog over hebben? Je hebt niks anders over. Oké. Okay. Ja. Moet ik even afwachten? Ik weet niet. Nee, hier valt ook al genoeg over te zeggen inderdaad. Nu gaan die minions alleen maar minder held overhouden. Waardoor een Avenging Rod of een eventuele Consecrate op deck het afmaken en schade. Ja, klopt wel. Ja. Deel dan even dat je de Silence samen met de Avenging Rod kunt instellen voor de Lethal Setup. Ja. In ieder geval coin flip into it. Nou, zodra die Ultimate Infestation iemand speelbaar is, denk ik dat Insania uit moet gaan kijken. Mm-hmm. Hij geeft in ieder geval niet veel om zijn geld. Maar ze dachten er een dikke ton momenteel. Precies. Die moet toch wel het gezegde gaan. Als hij dat nou niet doet, dan weet ik het echt niet meer. Sterker nog, ik zou ook de... Ja, precies. De precies, ja, sowieso beide. Sowieso ja. Beide. Dat is... Meh. Moet je... Één damage op vuur. Twee damage op vuur. Met de Silence en de True Silver Champ. Yup. Maar ik denk dat die in plaats van, want ik zie inderdaad geen lethal, hoe je dan ermee gaat dealen, hoe je ja, zelf niet onderuit gaat. Ja, en Lich King is niet genoeg vanwege de Silence. Dus ik denk dat je best bet, in ieder geval wat iets tot zover gezien in Avenging Wrath is. En ja, dan en hopen dat je je Scorpion nog ergens in kan traden. Precies. In Beetle. Maar dat is echt super low odds, wil je daar iets fatsoenlijks uit krijgen. Desperation play. Had hij nou maar een spel dan, dus je had de kans om die te gewoon doet. Gast? Oh nee. Was wel eigenlijk enorm hype geweest. Oké, 1-1. Laat wel dat Tharic twee sets moet winnen, wil hij uiteindelijk de winnaar worden. Omdat Tharic uit losers komt, het is double elimination. Dus Jasper nou... de volgende pot wint en is die winnaar van het event. En zo niet, krijgen we weer een beste train. Ik ben benieuwd. En dan kunnen weer eens hele andere decks naar boven komen. Ja, is dat zo? Volgens mij moeten we alsnog dezelfde decks gebruiken. Of ja, andere bands. Er zijn vier decks in totaal die geselecteerd zijn, waar er nu twee van gespeeld worden. Andere bands is natuurlijk wel weer een interessant punt. En dan hoop ik even goed die Shaman gespeeld wordt. Ik hoop hem ook al te zien, ja. Ik weet niet wat hij doet. Het was geen Shadowwalk. Gelukkig. En uiteraard de Questbroke. En hij blijft toch maar aan die Vlera zo vaak in zijn hand krijgen. Samen met de Once Was a Man van Gilnaz. Uit de mempot.
We weten allemaal wat hieruit gaat komen. Oh. Oké, dan hebben we iets minder kans erop. Toch gaat het gebeuren. Mm-hmm. Tenzij we de volgende top draait. Het zou toch helemaal mooi zijn. Een toeval. Ja, dit is eigenlijk een matchup die je niet wil hebben als, als Questrook. Ja, je hebt niet de utility om ermee te dealen. Dat er zoveel muk wordt opgegooid en je hebt niet al te veel removals naast je vanishes en misschien venomous. Komt er wel te snel binnen, ja. Dit is zeker geen slecht wat eruit komt. Clunky om te spelen, maar... Ja, ik bedoel, van de andere kant inderdaad. Ik bedoel, ja, het is niet iets waarmee je kunt dealen op het bot, maar van de andere kant... Ja, eigenlijk alleen de glacial. En dus eventueel zelfs is iets meer waarmee je kunt dealen. Ja. En voor de rest moet je gewoon snel genoeg je quest halen. Ja, en nu wordt het echt doorhakken wat Derek, want hij zit ook al op 1 derde van zijn HP, beurt 4. En geen removal in sight. En geen manier om zijn novice engineers terug te halen, dus zijn quest moet ergens alles vanaf gaan. Ja. Een trade van de Armani gaat er sowieso wel in zitten. Als hij niet goed face gaat, een consecrate in zo'n situatie als deze is zelfs nogal decent. De taunt. Taunt is wel een goede keuze, denk ik. Ja, dan zou ik wel helemaal naar die consecrate gaan kijken. Ja, ja, precies. Hij denkt toch een seconde over na. Ik wilde gewoon de value halen uit die allemaal. Ja, volgende beurt is voorbij. Het zijn niet iets van een removal regelt. En in plaats van removal, het enige waar Tarik nu om struggelt is überhaupt zijn quest af te maken. De enige twee mensen wat hij heeft gespeeld ervoor, die zijn uit het, van het board af. Dus de dream is dat hij nog een beurtje overleeft voor de vanish. Maar hij... En dat is een shadow step. Nee, nou ja, hij kan zijn shard. Heeft hij zijn shard al gespeeld? Nee, die heeft hij nog in de hand. Ja. Hij kan nog een beurtje overleven. Wacht, waar is hij de shard? Nee, heeft hij, is hij nu aan het spelen? Oh, great. Come on. Oké. Het is een lange dag. Zeg dat, ja. Het is eigenlijk een lange dag, maar. Eigenlijk ja, verbaas ik me over de tijd dat het is 10 over 7. Kort over 7. Nou. Ik zou eerder zo gegokt hebben dat het misschien 4 uur is of zo. Oh, ik bedoel, zo voel ik me niet, maar... De tijd gaat er toch altijd langzamer. Ja, nee, sneller, maar langzamer voor mijn gevoel. En, ik denk niet dat Tarik op dit moment hetzelfde kan zeggen. Ja, wat... wat doe je nog tegen? Voor Tarik is het Lacroix van 9. 2 voor 12. Tiger is al zondag. En hij is nog niet jarig. Ja, en dat was hem. Dan... Sania... Dat was de tourney. Dat was hem. Sania wint de... event van... Ja, derde Hearthstone Fireside Gathering event. Oh, de vorige keer MCM Killer die... eerder eruit is gevlogen. Spijtig. De eerste keer weet ik eigenlijk niet, was ik er zelf niet bij. Toen had Tux gewonnen. MCM Killer. MCM Killer had gewonnen. Oh. Ik dacht, je zei van, ik heb gewonnen. Wordt geapprecieerd. En ja, dat was weer het event voor deze keer. Jammer. Koppen voor een keer weer bij te zijn. Ik weet niet of ik in de positie ben om hier eens over te vertellen, maar wat ik begrepen heb is dat er vermoedelijk over zo'n 2 maanden eventueel iets bekend is over een volgend event. Hou vooral Facebook in de gaten, mochten jullie geïnteresseerd zijn om te joinen, check de Facebook van GamePro.nl. De website zal ongetwijfeld updates worden gedaan, we hebben ook een Twitter, we hebben Facebook, volg alsjeblieft, Twitch kanaal, volg die. We zijn ook van plan wat vaker te streamen op dit kanaal, gewoon van iemand die thuis zit. Ik krijg van de back-end te horen dat we nog een interviewtje gaan doen. Nou, dan wacht ik hem af.
interview. We gaan de